Hallo lieve mensen, nou ik heb deze keer een andere opnamehoek genomen. Ik wil jullie even mijn meditatieruimte laten zien. Dat is een plek waar we een cirkel hebben gemaakt met kristallen. Waar altijd een kaarsje brandt, waar een aantal van mijn schilderijen staan. Waar wat altijd klaar staat, waar we elk moment van de dag kunnen gaan mediteren. Wat we dan ook doen. Waar de poezen heel graag komen, kijk daar ligt er daarin. En waar het heerlijk vertoeven is, het middag zonlicht komt er naar binnen. Het is een hele fijne plek. En zoals je kunt zien zijn mijn favoriete kleuren, de kleuren die op Atlantis heel belangrijk waren, de kleuren aqua, groen, blauw en nou ja, blauw. Deze kleuren zijn hier oververtegenwoordigd, zeg maar. Ik ga nu even kijken of ik hem kan stoppen, want dan wil ik het beeld dichterbij halen. En dan de meditatie inleiden. Ik wil jullie ook even mijn bankje laten zien. Dat is een houten bankje, heel simpel. En het is al in de 30 jaar oud, heel goed ingezet en het zit fantastisch. Mijn cirkel hier, dat zijn dus allemaal kristallen, rozenkwarts, bergkristal, amethyst, allerlei kleine steentjes. Allemaal, die koop je op je gevoel en je legt ook de cirkel op je gevoel. Je doet dat helemaal op je intuïtie. Je voelt, je neemt die steen in je hand en je voelt waar die wil liggen. Dit is mijn persoonlijke steen die ik altijd overal mee naartoe neem en die altijd bij me ligt. Dus die ligt dicht bij me en al die anderen die... Ik heb op dit moment geen heilige driehoek gemaakt, omdat ik jullie de cirkel wil tonen. Maar normaal gesproken zit ik hier en leg ik hier een... Heilige driehoek van rozenkwarts. Dat is deze steen. Bergkristal, dat is deze steen. En amethyst, dat is deze. En dat doet mijn liefste ook, want we mediteren heel vaak samen. En dan zitten we dus helemaal beschermd ook. Dat is een soort bescherming als je die om je heen hebt. En die stimuleert ook je meditatie. Goed, ik ga nu het beeld wat verplaatsen en dan ga ik jullie meenemen in de volgende meditatie.